Prezi in de klas en hoe te gebruiken. Een Prezi is een online presentatie. Ook wel een Web 2.0 toegenoemd. Het kenmerkende aan Prezi is het zoomen. Bovendien is het makkelijk in gebruik en het vereist geen lange leerperiode. Jullie opdracht voor vandaag. Maak een Prezi met daarin een lesopzet waarbij je Prezi door de leerlingen laat gebruiken om het begrip en of gebeurtenis te presenteren. Het is natuurlijk mooi als leerlingen na tijd niet alleen de Prezi terug kunnen zien, maar ook jouw uitleg daarin. Daarom is het handig er een podcast van te maken. Dat kan via Screencast of Medic. Je hoeft dan niks te installeren en kunt gelijk beginnen met een schermopname maken. Het eindproduct. Het eindproduct is een Prezi van jullie waarin jullie de opdracht voor de leerlingen presenteren. Maak, indien je dat kan redden in de tijd, ook een podcast. Maar, hoe werkt Prezi nou eigenlijk? Als je gaat naar de website prezi.com en je logt in of je maakt eerst een account aan, kom je binnen op de omgeving van Prezi. Om een nieuwe Prezi te starten, klik je op Nieuw Prezi. Je doet een titel en je klikt op Nieuw Prezi. Je krijgt nu de schablonenkiezer of de templateskiezer. Het hoedje wil zeggen dat je een educators account hebt en dan heb je dus een grotere gratis account. Dus alleen voor leraren. Je kunt kiezen uit allerlei verschillende templates. Sommige in 3D, sommige gewoon. Wat je ook doet, kies er gewoon één en je kunt aan de slag. Als je een compleet lege kiest, kun je zelf de achtergrond toevoegen en allerlei dingen. En bij de rest staat er het een en ander al toegevoegd, zodat je alleen nog maar tekst en plaatjes in feite hoeft toe te voegen. We kiezen even voor Explain a Topic en we doen Start Editing. Je krijgt nu je Prezi te zien. Door te scrollen met je muis zoom je in of zoom je uit. En door op het tekst te klikken, kun je de tekst veranderen. Je kunt verschillende layouts kiezen, de tekstkleur veranderen, eigenlijk zoals je dat overal gewend bent. Afbeeldingen toevoegen kun je bovenin via images. Media kun je of een filmpje of bijvoorbeeld een YouTube filmpje invoegen. Je kunt ook kant-en-klare powerpoints importeren. Je kunt met vormen werken zoals bijvoorbeeld pijlen, rondjes enzovoort. Je kunt het thema nog veranderen. En als je nog meer uitlegvakken nodig bent, kun je frames toevoegen. Om de stappen te wijzigen, kies je voor Edit Steps. Je kunt dan de volgordes wijzigen. Je kunt ook toevoegen. Gewoon door erop te klikken. Je ziet dan automatisch al een nummertje verschijnen. Als je erop klikt, dan voegt hij dat toe. En door op de kruisjes te klikken haal je het weer weg. Je zult hier een beetje mee moeten experimenteren. Uiteindelijk ben je klaar. En dan kies je voor Save and Close this Prezi. En om te zorgen dat iedereen het kan zien, moet je de instelling van Private veranderen naar Public. Op die manier maak je een Prezi. Als je dan wilt podcasten, ga je naar de website Screencast of Medic en je kunt gewoon gelijk beginnen met Start Recording. Je kunt ook eerst nog de demo bekijken en hij slaat het op als een AVI-bestand. Zo simpel is het. Heel veel succes!